Zijn we weer. Welkom bij een nieuwe Ajax Carrière Mode allemaal. We gaan weer door, we gaan weer verder. We hebben AZ op programma, zie ik al. AZ gaan we wel spelen. PEC gaan we simmen, Fortuna gaan we simmen. En dan hebben we hier Frankfurt zo te zien. En dat is de returnwedstrijd. Alright, dat is hoe de aflevering vandaag eruit ziet. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, ik wel. Ik ga weer zeggen dat... Ook over deze serie nu. Ik heb het de vorige video, of de vorige FIFA-video. Dat was een Barça-video. Heb ik het ook gedaan. Nu ga ik het weer doen. Jullie vragen mij altijd wanneer ik iets anders upload van FIFA. Van wanneer komt de volgende? Mag altijd. Ik ga altijd gewoon ook nog andere dingen buiten FIFA uploaden. Maar ik ga nu gewoon dingen terugvragen aan jullie. Willen jullie dat deze serie door blijft gaan? Vanaf nu, Ajax Carrière Mode. 100 likes elke aflevering. Anders stoppen we ermee. Deal? Dachten wel. Jullie kunnen dit, weet ik zeker. Als we met 1000 man kunnen kijken, kunnen er ook echt wel 100 mensen op dat duimpje omhoog klikken. Let's do it, boy. Ik heb er vertrouwen. Alright, sim. Op naar AZ. Competitiewedstrijdje. We staan er goed voor in de competitie. Maar ja, dat mag ook wel met het team dat we hebben, natuurlijk. Nu gaan we geen pers doen. Eens even kijken, hoe zit dat met het programma? Hoe dicht zit PEC hierop? Ja, de beker kan eigenlijk niet zo heel veel schelen. Dus dat wordt simmen met wissels, denk ik. Dit wordt eigenlijk ook wel wissels om hier de basis voor fit. Dus ik moet even kijken hoe ik dit ga doen. Jongens. Maar ja, ik ga wel met de basis spelen. Dus let's do it. Nou, gaan we dan weer... Ajax AZ, of AZ Ajax moet ik dan wel zeggen, want wij spelen uit. Ik moet even mijn headset wat zachter doen, want het klonk een beetje luid en dan ga ik ook luid praten door microfoon. Die hoeven mij denk ik niet te horen schreeuwen. Nou, AZ, ik ken jullie team wel. Laten we gewoon gaan aftrappen, dat mogen jullie doen. We zijn begonnen. Oké, Eriksen is los hier. Goeie bal daar. Kan die schieten? Ja, zeker. Hij kan alleen niet scoren en niemand grijpt in bij die rebound. Was wel een prima eerste kans. Ruimte daar voor AZ. Oh, tikken hem door. Ook op de paal. Oeh, twee goede kansen voor beide teams. Ja, Ronaldo gaan. Oh, ik had niet verwacht dat ik hier door zou komen. Het leek even op de verdediging te stuiten. Schiet maar. Goal. 0-1. Ronaldo CR7. Brengt ons op voorsprong. Altijd fijn vroeg voorsprong komen. Nou ja, vroeg, ik heb de tijd niet gezien. Moet ik dan ook eerlijk zeggen. Maar hey, voorsprong is voorsprong. Het is sowieso fijn om op voorsprong te komen. En we doen het met Ronaldo. Die maakte een run. Schiet hem langs de doelman. Hopelijk kunnen we zijn voorsprong snel vergroten. Ik was even in gedachten aan het slapen ofzo. AZ had net een hoekschop. Blijven nu nog steeds mijn verdediging onder druk zetten. Dit komt zelfs aan. Oh, dat is zo gelukkig. En Donnarumma, jij had die bal gewoon vast moeten hebben. In plaats van met je schoen moeten tikken. Zo'n hard schot was dat niet. Laten we eerlijk zijn, zo'n hard schot was dat niet. Damn, dit is heel gauw gebeurd. Maar zo'n slap schot. Ja, je kan zeggen in de reactie van het moment, weet je, hij moet er snel bij zijn. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon slecht verdedigd hoor, daar niet van. 1-1. Nou gaan we weer. Ronaldo, hier weer met de run. Kunnen we gauw weer op voorsprong komen? Ronaldo, schiet 2-1 binnen. Please, nee. Dit keer is de doelman die er tussen zit. Pat met een redding. Nou. Messi met de hoekschop hier. Kunnen we erbij? Nee. Cristiano Ronaldo. Christian Eriksen. Als dit aankomt, zou dat heel mooi zijn. Dit komt aan. Terugleggen. Messi! Ja, 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 ja. Prima samenspel. En zo staan we alweer voor. Deze wedstrijd gaat in een hoog tempo, kan ik je zeggen. Hoog tempo. Ah, Neymar doet ook even zwaaien. Wat leuk. Goeie bal daar, Ronaldo. Ronaldo legt hem goed terug. En zo schieten we binnen. 2-1. Oh. Nee, man, ga rennen, jongen. Je hebt zoveel ruimte, jongen. Dit is een oceaan. Eromheen. Nu schieten. Had ik meer mee moeten doen. Echt veel meer.
Maar ja, niet goed benut die kans. We hebben wel een hoekschop. Die neemt De Jong nu. Oh, Ronaldo! Oh, strijd, nee! Dat was echt feest geweest als dat erin ging. Ik denk dat de trainer tevreden kan zijn. Alright, hier moeten we een run maken. Cristiano Ronaldo. Oh, geef hem hier gewoon overheen. Dit is prima. Geplaatst schotje. 3-1. Lekker hoor. Goed combinatiespel ook. Gaan we lekker naar de camera, Olmo. Olmo is ingekomen voor Eriksen. En Sané heb ik links gezet op de plek van Neymar. Pakt wel prima uit zo, kan ik wel zeggen. Aangezien we hier toch wel direct scoren. Olmo benut direct zijn kans. Bam! 3-1. Oh, wat een balletje van Messi. Kan Pogba dit afmaken? Noeh! Kans na kans opeens. En wat een spel ook. Maar Pogba schiet net naast. Oh, goed balletje naar Sané. Leg hem terug. Oh, dit komt gewoon aan ook nog. Oh mijn god. Nou ja, Ronaldo met het tweede doelpunt. Ik vind het helemaal niet erg. Mij hoor je niet klagen. Prima goal nog even in de extra tijd. Hebben het helemaal veilig gesteld. Oh, maar de paasjes die zijn strak, joh, deze tweede helft. Dit ook. Dit was lekker. Prima gewonnen in de open ruimte. Sané legt hem strak op Ronaldo. Slecht verdedigd daar wel. Maar pakt in mijn voordeel uit. Hoppakee. En daarmee is het ook voorbij. 4-1. Eerste helft was even wat lastig. Tweede helft hebben we AZ kapot gemaakt. Echt gewoon letterlijk kapot gemaakt. Hadden niks in te brengen. Maar, dan hoor je mij niet om klagen. Ik ben zeer tevreden. Op naar de volgende. Nou, dat was dat. Hebben we nou Pek Zwolle. Ik ben de laatste tijd heel goed in vorm, zegt Ake. Ake wil spelen. Volgens mij zit hij in het wisselteam. Dus ik zeg, ik zal het overwegen. En dan moet het wel goed komen, lijkt mij. Gaan even kijken. Ja, kijk. Komt wel goed. Zia gaat ook spelen. Dit wisselteam is ook niet normaal eigenlijk. Sané, Olmo, Ziyech, Felix. Die voorhoede alleen al. Tering. Oh, wat prachtig om te zien. Nou, bekerwedstrijdje tegen PEC. Kom maar op met die uitslag. En dat is een 0-3 overwinning. Felix 2 keer, Sané 1 keer. Gravenberg pakt de gele kaart. Beetje jammer, maar niks op aan te merken. Want winnen is winnen. Ake, die meteen blij is. Ik zeg, laat je niet gek maken, jongen. Je hebt gewoon een plekje. Je hebt gewoon een plekje. Helder wissels krijgen zelfs nog een kans. Hier tegen Fortuna Sittard. Aanbieding bondscoach. Absoluut niet. Weg ermee. En dan gaan we nu Fortuna Sittard simmen. Ook met het wisselteam. Dubbele diensten voor het wisselteam. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ze dit gewoon kunnen pakken. 3-0. Oeh, Felix wel meteen met een blessure. Ronaldo moest invallen. Hopelijk is het niet te ernstig. Het is maar een pleistertje. Ake, Van der Linden en Sané zijn de doelpuntenmakers. Er is iemand geblesseerd geraakt. En dat is Konate tijdens de training voor 7 dagen. En 2 maanden blessure voor Felix. Dat is wel een zware hit. Daar had ik niet echt... Nee, daar ben ik niet blij mee. Messi. Messi is boos, jongen. Je hebt nog steeds een plek in de selectie. Wees niet bang. Wees niet bang. Het was gewoon het prima moment om even diensten te draaien met het wisselteam. Nu, met Felix 2 maanden uit de relatie. Wie heb ik nog hier dan als spits? Helemaal niemand. En dan ook gewoon helemaal niemand. Ja, dit is een pittige. Ik zou... Ja, Messi, Banca als backup achter Ronaldo vind ik ook zo onzin. Ja, dit moeten we nog maar even zien hoe we dit gaan oplossen. Is er iemand hier die een extra positie heeft als spits? Toevallig, heel toevallig. Dan red je me uit de brand. Nee, natuurlijk niet. Het is wel Zakaria die we maar gewoon meenemen, want waarom ook niet? En ik ga even kijken in mijn jeugd of ik daar een aanval heb. Ik heb zeker wel een paar aanvalletjes in mijn jeugd. Jan Jacobs hier. Dan hebben we Lorenzo Hendricks. Herve I don't know. En Adrian Carrizo. En degene die ik meeneem... wordt denk ik... Ja, deze man heeft wel meer potentie. Dus ik zit aan Jan Jacobs te denken. Spits.
Ah, sure, doe maar. En dat betekent dat Zakaria zijn tijd hier op de bank er alweer op zit. Jacobs gaat gewoon meteen mee. Maar ik betwijfel of hij echt aan speeltijd toe gaat komen. Of aan spelen toe gaat komen, moet ik zeggen, in de Champions League. Maar goed, dat valt nog te bezien. Nou, volgende wedstrijd staat op het programma nu. Ronaldo is gelukkig helemaal fit voor die pot tegen Frankfurt. Die staan tweede hier in de pool. Er zijn 3 wedstrijden gespeeld, dus er komen er nog 3 aan. Wat dat betreft staan we er best goed voor. En als we dit zouden winnen, dan zijn we denk ik zelfs al door naar de volgende ronde. Als ik dat goed tel. Ligt een beetje aan. Als Dynamo zou winnen van Valencia, dan sowieso wel. Alright, we skippen deze onzin allemaal. Ik wil direct naar de aftrap. Ik wil gauw naar de volgende ronde. Let's go. Huppakee. Nou, Messi. Op de vleugel. Voorzetje. Dit is echt geen goede voorzet. Holy. Ik zie daar een Messi in het midden ineens. Gooit hem eroverheen. Daar is Ronaldo. Oeh. Goeie bal van Messi wel. Ronaldo weet alleen nog niet af te ronden. Hoekschop nu. Gaat de 16 in. Dat is denk ik weer een hoekschop, of niet? Nee. Oké. Oh, dit is helemaal mooi. Nu mee. Wat is dit nou? Geef hem nog een keer door. Pogba, jij moet het nu doen. Ja! Dan geven we die schietmis. Oeh, maar dat was een rare combinatie. Je had eigenlijk in één keer naar Pogba gemoeten. Maar de game koos voor Ronaldo. Uiteindelijk komt het wel goed. En dan hebben we gewoon gescoord hier. Scoort Pogba ook weer eens een keertje. Dat is lang niet gebeurd volgens mij. Doelpuntje, voorsprong, 1-0. Oh, goede onderschepping daar van Pogba. Oh, niet echt goed gepaasd daar. Oh, hij is wel balvast. Strijder, jij moet hem meegeven. Eriksen, tik binnen. 2-0. Oh, dit was echt in no time 2-0. Oh, heerlijk. Waar ga je heen, Eriksen? Ik wou naar de camera, maar... Oh, neemt een ommetje naar de camera. Mag ook, mag ook. Ajax zou Eriksen moeten oppikken bij Inter. Ik bedoel, waarom niet? Volgens mij wil hij daar weg. Of Inter wil misschien alweer van hem af. Hij wordt er niet denderend veel gebruikt. Het is volgens mij geen basisspeler meer. Het zou toch een veel betere vervanger zijn voor Donny in plaats van Klaassen? Of ben ik nou gek? Maar ja, Eriksen is misschien onbetaalbaar voor Ajax. In anyway, 2-0. De verdedigers hebben hun posities alweer ingenomen. Neymar, ja, heb ik ook nog niet gezien deze wedstrijd. Jezus. Oh, maar nou heb je wel ruimte hier. Oh. Oh, de solo. Ik doe het buikspreken, ik beweeg me wel amper. Oh. Dit gaat helemaal nergens om. Kunnen we niet gewoon vast die volgende ronde in? Ik bedoel, come on. Come on. Die verdediger, die was echt koekoek. Ik gebruik niet eens echt die dikke skill, want dat kan ik gewoon simpelweg niet. En nog rent die verdediger 2 meter door, terwijl ik kapte. 3-0. Lekker man. Cristiano Ronaldo. De doelman verdedigt zijn doel. Dat ik schiet gewoon even met Ronaldo. Ik ben een beetje moe geworden. Dus ik ben even in kak momentje. Het is ook al laat. Ik ben de hele dag al aan het opnemen. Om voor jullie video's te krijgen deze week. Eens kijken of ik nog iets uit dit spelmoment kan pakken. Schotje voor Neymar wordt geblokt. Tik hem door. Messi is daar. Messi naast. Almost stift hem. Ah, het was te dicht op de doel, man. Maar ik vind het ook wel prima, joh. We hebben gewonnen. 3-0. Ga ik zodra even checken wat de andere teams hebben gedaan. En hopelijk zijn we gewoon al door naar die volgende ronde. Scheids fluit ook precies af. Precies op dat moment. Prachtig, prachtig. Weer wat 3 punten binnen. Met 3 doelpunten gewonnen. Lekker, man. Ze zijn heel tevreden. Zijn we misschien... Ik probeer te horen of we misschien al door zijn. Maar daar hoor ik ze niks over zeggen. We gaan het gewoon zelf checken. Nou, we zijn aan het checken. Nee, Valencia heeft gewoon gewonnen. Dus we zijn nog niet door... Nou, nee, we zijn nog niet helemaal door. Maar als we nog 1 keer winnen, dan zijn we wel door. Dus
we gaan echt niet die andere twee wedstrijden verliezen. Zelfs al spelen we gelijk, zijn we volgens mij al door. Dus, it's all good. We komen wel die volgende ronde in, dat is geen probleem. Dit was het wel voor nu met de video. Ik ga afsluiten. Jullie weten wat ik in het begin heb gezegd. 100 likes wil ik zien. Voordat ik ook überhaupt maar de volgende aflevering ga opnemen. Houden we dat niet? Dan zijn we er klaar mee. Zo simpel is het. Ik krijg wel eens vragen van doe dit, doe dat. Nu ga ik jullie dingen ook vragen om te doen. Moet gewoon kunnen, toch? Ik weet het zeker. Dus vond je het leuk? Like dan gewoon. En ben je hier nieuw? Wil je meer zien? Abonneer dan gerust en druk meteen op dat belletje om notificaties van alle nieuwe uploads aan te zetten. En dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe video's. Kan je alles lekker door blijven kijken. En dan, hey, dit was het voor nu. Ik check jullie bij de volgende. Tot dan. Laters.